Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe ik mijn slaapkamer ombouw tot een studio waar ik mijn YouTube filmpjes maak. Zoals je ziet in de achtergrond hier, is dit gewoon mijn slaapkamer. En als ik dit film, en dat deed ik voorheen wel eens met mijn filmpjes, oude filmpjes, zal je waarschijnlijk deze kast nog wel herkennen. Maar ik vind het niet zo professioneel. Het is een beetje rommelig, hè? Het hoort bij mij, het is mijn kamer. Dus er staan, er is een kast, een kledingkast, de computer hier achter mij, die staat er. Nou, vanuit die computer laat ik je normaal ook de beelden zien. En bovenop de kast hier heb ik een plankje gemaakt, daar staat de filmcamera op die mij normaal filmt. Dit is dus de camera die ik nu even gebruik. En soms zet ik die ook in, bijvoorbeeld voor de vouwfilmpjes, zet ik deze camera op deze plank hier vast, zodat mijn handen hier beneden, worden gefilmd. En ja, dit is dus eigenlijk ook de studio. En ik ga je nu eigenlijk in deze video dus laten zien hoe ik de studio opbouw en wat ik daarvoor gebruik. Zodat je dat misschien zelf ook kan doen op die manier. Hier beneden, even zien of ik het ziet, ja, kan je mijn plek zien waar ik mijn studio achtergrond bewaar. En mijn lampen, die liggen allebei hier. Zo, de camera staat nu. Ik pak mijn eerste tas. En dat is de tas van de achtergrond. Hier zit de achtergrondpalen in en de standaarden. Dan heb ik één standaard. En bovenin doe ik een... waar staat die hier? Bovenin doe ik deze metalen pin. En daarop rust de paal die er strakjes op komt. Heb ik hier nog één. Doe ik er ook weer op. Heb ik hier twee palen. Ik heb er vier in totaal. Hij kan 3 meter, maar dat was niet in mijn kamer. Dus ik maak hem nu 1,5 meter. Dat is een mooie richtlijn van de overheid, 1,5 meter. Ik maak hem vast met een inbussleuteltje, zodat hij niet uit elkaar valt terwijl ik aan het filmen ben. En ik hang hem op. Voor de audio gebruik ik een microfoon, zodat mijn stem duidelijk verstaanbaar is op de filmpjes die ik maak. En die sluit ik vast aan. Ik heb nog een extra stekker nodig voor de achtergrondverlichting, want die gebruikt gewoon stroom. Ik heb deze hele grote tas met alle spullen. Kijk, hier zitten dus drie lampen in en 2 gewone statieven om de lampen op te zetten. En 1 statief die een beetje diagonaal schuin, dat zal ik zo laten zien, neergezet kan worden. Zodat ik ook mijn eigen hoofd kan belichten. Zonder dat er een paal voor mijn hoofd staat. Dat zou een beetje voor paal staan natuurlijk. Dit is een gewoon statief. Die gebruik ik om de achtergrond te belichten. En die zet ik aan 2 kanten neer. En 1 van deze lampen gaat erop. Het probleem wat ik heb met deze lampen is dat het zijn softboxen. Maar de softbox, omdat dit zo'n kleine ruimte is, die past er gewoon niet op. Dus ik gebruik hem zonder softbox en dat gaat prima tot nu toe. De lamp staat nu, kan je hem zien? Ja. De lamp staat nu een beetje schuin boven. Want hier komt het groene scherm te hangen. Dus aan deze kant wordt het groene scherm dan belicht. Aan deze kant ga ik ook nog 1 neerzetten. En hier voor me komt dan de derde lamp. Dit is het laatste statief. Die ga ik nu hier voor me neerzetten, over de microfoon. Je kan het zo zien, deze staat nu hier en hier bovenop zet ik de derde lamp. En als die niet goed staat, valt die zo om. Maar hij staat nu goed. Dan is het nu tijd voor de stroom. 3 stekkers, die ga ik ook aansluiten. De 3 lampen staan nu klaar. De achtergrond is klaar, dus het groene scherm kan erop.
heb ik een bak voor. Onder de plank waar de studio en de statieven op staan. En eerst doe ik een rode erop, zodat de groene er overheen stabiel zit. Ik gebruik knijpers om het groene scherm goed vast te zetten. De achtergrond van 1,5 meter is net te klein. En er komt er vaak nog licht tussendoor van het raam. Vandaar dat ik deze bovenkant van de bak gebruik om hier neer te zetten, zodat er geen vlekken komen van het licht. En zo heb ik mijn studio helemaal in orde en klaar om te gebruiken om een filmpje te maken. Altijd even zoeken wat ik moet hebben. Ja. Ik doe ze dus ook niet allemaal aan. En ik kijk even of het licht redelijk egaal is. Hier op de achtergrond. Vlekjes eraf. Ik gebruik deze camera, een 4K camera van Sony, om mezelf te filmen. Als ik klaar ben met het filmen van mijn scherm en de audioopname, dan haal ik de film hier vanaf. Die zet ik in het project. En dan, dat leg ik netjes op elkaar natuurlijk, en dan ga ik de film bewerken. En zo heb je hopelijk een idee van hoe je jouw eigen kamer om kan bouwen tot een YouTube studio. Waarin je dus en je beeldscherm, daar gebruik je programma's voor, en een groen scherm achter je, zodat je jezelf uit kan knippen. Of je kan andere schermen natuurlijk neerzetten, net wat jij wil. Inclusief de studiolampen, die zorgen voor goede belichting. Ik heb nu de gordijnen namelijk dicht, want het is buiten meer dan 30 graden, vandaar ook mijn natte hoofd. En het licht wat van buiten komt, stoort dan anders de studio. Vond je dit een leuke video? Geef dan een like. Als je meer van dit soort video's wilt zien, abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei! Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Doei.